Maar dan hebben we ook een e-mailtje gestuurd naar alle inrichtingen en alle instellingen en verenigingen. En die hadden overal begrip voor. Ze waren toch wel blij dat ze dan wat kregen. Kringloopwinkel Er Ligt Iets Bijwa heeft dit jaar 65.000 euro verdiend om te schenken aan verenigingen en instellingen in de gemeente Beuningen. Dit schenken van de omzet doet de kringloopwinkel al jaren. Dat is begonnen toen, jaren terug. Onze voorzitter die werd gevraagd om wat spullen op te halen, wat meubels. En daar bleef hij mee zitten en toen had hij zo gedacht van, als ik nou iets verkoop en ik geef dat aan de jeugd in onze gemeente, dan hebben we er wat aan. En zo is dat eigenlijk begonnen. En zo is dat helemaal gegroeid tot wat het nu is. Het geld gaat naar verschillende jeugdverenigingen en instellingen. Daar horen wel een paar voorwaarden bij. De verenigingen moeten in ieder geval jeugdleden hebben. Ze moeten zich inzetten voor de jeugd. Om dus de jeugd te stimuleren aan sport te doen, aan onderwijs, aan maatschappelijk werk. Van alles en nog wat. Waar de jeugd mee wordt geïnteresseerd om te trainen met sport. En ook ten goede komen met leren. De jeugd moet dus van de straat af, die moet vermaakt worden. Er kan dus een mooi bedrag worden verdeeld, maar dat had nog veel hoger kunnen zijn. We zijn wel dicht geweest een aantal maanden. Dus de opbrengst is dus beduidend minder. We hebben ook de grote bedragen gehalveerd, helaas. Maar dan hebben we ook een e-mailtje gestuurd naar alle inrichtingen en alle instellingen en verenigingen. En die hadden overal begrip voor. Ze waren toch wel blij dat ze nog wat kregen. We hebben op dit moment 45 vrijwilligers. En als mensen zich geroepen voelen, ik zeg nog altijd welkom om te komen.